Eerst naar die bijzondere voorstelling waar Rachel al aan refereerde. Ja, dat is de opera Ludmilla. De echte naam is iets langer. Maar die opera die is vooral ook bijzonder om de context waarin die voorstelling ooit werd gespeeld. Dat was namelijk in 1944 in Kamp Westerbork. Sinds toen is hij niet meer gespeeld, tot 2 jaar geleden. En aankomende dinsdagavond is die voorstelling dus ook online te zien bij het Wilmenk Theater. En dramaturg Ben Hurkmans van die opera die is nu bij ons. Ben, goedemiddag. Ja, dank je. Goedemiddag. Is aankomende dinsdag dan de tweede keer dat die wordt uitgevoerd na de oorlog? We hebben in 2019 hebben we een reeks van voorstellingen kunnen spelen. Dat waren de eerste na de oorlog. Mm-hmm. In de Uilenburger Schule in Amsterdam. De synagoge, kleine synagoge. En in Westerbork. Zelfs daar heb je hem toegespeeld. Ja, in de overkapping die jullie ongetwijfeld kennen. Een glazen overkapping over het huis van de commandant van het kamp, Gemmeker. Dus dat was heel bijzonder. Om in daglicht, hè, want we hebben de voorstelling toen nog gewoon in daglicht in die overkapping gespeeld. Maar zo dicht op zo'n beladen plek, zo'n beladen huis. Nou zou je kunnen denken, als je net bent ingeschakeld, joh, dat is toch helemaal geen plek om een opera te spelen. Dat denk ik ook. Hm. Maar het gebeurde in 1944 zelfs. Daar snap ik dus helemaal niks van. Waarom opera op die plek? Ja, dat is ook iets, dat heeft iets heel pervers eigenlijk ook. Hè? Dus je moet je voorstellen, de artiesten die in der tijd die opera hebben gemaakt, het is een opera pastiche, hè? Het is een parodie. Een opera eigenlijk. Die hadden zich verenigd in een zogenaamde, zij noemden zichzelf de Groepe Bühne Westerbork. En zij hebben ongeveer een jaar lang, tussen 43 en dus juni 44, want dat was toen vond die laatste voorstelling plaats, deze Ludmilla. Volledige titel Of lijken aan de lopende band. En dat geeft al een indicatie waar het over gaat. Die commandant stuurde voortdurend transporten van Joden die naar Westerbork kwamen uit Nederland, hè, vanuit allerlei plekken, naar razzia's en zo. Die stuurde die vervolgens per transport, vaak in veewagons, door naar het oosten. En dat waren de vernietigingskampen. Westerbork was zeg maar een doorgangskamp. Een doorgangskamp, hè. Maar die cabaretmensen die zijn daar verhoudingsgewijs lang kunnen blijven. Omdat hij elke dinsdagochtend vonden de transporten plaats. En op dinsdagavond vonden die cabaretavonden plaats. In een van de barakken. Namelijk de barak waar ze eerder, de mensen die op transport werden gesteld, eerder zich moesten laten registreren. De administratiebarak. Daar vonden dus die opvoeringen. Niet voor niets op dinsdagavond, want dat deed hij bewust om de mensen dan weer een beetje te kalmeren. Je moet je voorstellen dat als je op de lijst voor zo'n transport kwam, dan hoorde je dat in het weekend voorafgaand aan die dinsdagochtend. En dat was natuurlijk altijd paniek, want er werden families uiteengerukt, vaders van moeders gescheiden, kinderen van ouders. Dat was totale paniek. Er vonden in die periode voor het transport ook heel veel zelfmoorden plaats in het kamp. Dinsdagochtend vond dat naar transport plaats. En dinsdagavond waren de bonte avonden. Voor de mensen die niet op transport. Juist. Hè? Dus die zaten daar ook met zeer gemengde gevoelens, kan je voorstellen. Wie speelde die opera dan? Dat waren op dat moment eigenlijk de beste cabaretiers van Europa. Revue-artiesten, zouden wij nu misschien ook nog zeggen. Die kwamen uit Berlijn, uit Wenen. Die waren eerder al naar Nederland gekomen, gevlucht voor de nazi's. Maar werden op een gegeven moment ook in Nederland doorgestuurd naar Westerbork. Daar hebben ze zich verenigd in die Groepe Bühne Westerbork. Onvoorstelbaar. We hebben een klein stukje om te horen wat er dan in Westerbork toen te horen was. Maar vooral ook wat er aankomende dinsdag te horen zal zijn. Een stukje vanuit Ludmilla, geloof ik. Hè? Misschien moet je er nog iets van vertellen. Als het goed is, hebben jullie 2 kleine fragmenten doorgestuurd gekregen. Ja, we hebben één fragment van een minuut. De allereerste, ja. Fragment nummer 1. Fragment nummer 1. Ik weet dus niet welk fragment dat precies is. Dan gaan we eerst misschien even naar luisteren en dan komen we er zo op terug. Dat lijkt me beter, want dan herken ik het wel. Ja, top.
Context, hè? Dus het is uit de opera zoals we hem nu ook brengen. Dus niet uit Westerbork. Maar de opnames zijn wel niet van heel recent. Maar van 2 jaar geleden. En het is het fragment waarin de vrijer van Ludmila. Een zekere achtstriepe. In een bokswedstrijd met zijn rivaal. Lopez Cardozo. Mm-hmm. Een dodelijke klap heeft gediend gekregen. En die is dus, wat we nu horen, langzaam aan het... Hij weet, ik ga nu sterven. En het is dus ook Leiche nummer 1. En vervolgens volgen er nog 6, geloof ik. Ja, ja, ja. Het verhaal is een heel simpel verhaal. Als ik daar iets... over kan zeggen. Je hebt Ludmila. En Ludmila heeft een vader. En die vader heeft bedacht dat zij met deze achtstriepe moet gaan trouwen. Dat is een goede deal, zeg maar. Mm-hmm. Maar zij heeft een andere opvatting. Zij is verliefd op Lopez Cardozo. En dus die vader is het daar nu natuurlijk niet mee eens. Dan zijn er allerlei verwikkelingen. En uiteindelijk leidt dat dus tot een gevecht tussen de twee. Het moet maar uitgevochten worden. Die vader heeft aanvankelijk iets van, wat krijgen we nu? Een bokswedstrijd hier, hè, in deze situatie. Maar dan heeft hij iets van, ja, waarom ook eigenlijk niet? Geef hem er voor langs. Nou, en deze achtstriepe wordt, een van zijn kenmerken, komische aspecten, is dat hij dus ongelooflijk verkouden is. Dat is natuurlijk in deze coronatijd extra pregnant, zeg maar. Ja, ja. Hij niest over alles en iedereen heen. En het belangrijkste kenmerk van Lopez Cardozo is dat hij bij elke gelegenheid waarin hij zich verlegen voelt, hij is namelijk van huis uit een soort handelsreiziger, tapt hij een mop. En dat zijn de meest flauwe, maar ook ontzettend leuke grappen. Dus als hij zich uit de situatie wil redden, dan heeft hij wel weer een mop paraat. Dus dat... De opera is in der tijd door revue-artiesten gespeeld. En dat waren er behoorlijk wat. Maar je hebt bijvoorbeeld oorspronkelijk een heel koor. En een heel ballet er mm-hmm. ook bij. In de versie die wij hebben gemaakt speelt achtstriepe, speelt ook het hele koor. En Lopez Cardozo speelt het hele ballet. Hij is iets wat aangepast. We hebben hem aangepast en we hebben ook operazangers en geen revue-artiesten. En dat maakt het eigenlijk nog komischer, omdat er wordt dus soms echt met volle borst, uit volle borst gezongen. Ja. En op het andere moment komt er zo'n flauwe grap. Wat is dit nu weer? Ik heb een flow hier zitten. Dat zijn ook allemaal verwijzingen naar de situatie in het kamp. Ja, dat is toch wel tegen de bizarre achtergrond van waar dit dan vandaan komt. Lijkt het me gewoon een hele bijzondere productie om mee bezig te zijn, maar ook om te zien. Ja, en toen wij dus via de erven van Ida Simons dit bij toeval troffen. Ida Simons is de maker van die... Nee, Ida Simons zat ook in het kamp als concertpianiste. En is na de oorlog gaan schrijven. En over haar wordt nu een biografie geschreven. Die verschijnt overigens in juni. En de biograaf kwam bij toeval in de nalatenschap van deze Ida Simons.
partituur, een piano-uittreksel en het libretto tegen van deze opera. Je moet je voorstellen, vrijwel al die opvoeringen door deze groep Bühne waren geïmproviseerd. Daar is dus niet van over. Mm-hmm. Hier was voor het eerst dat er dus een stukje van echt bewijs was. Ja, is zo op deze manier gedaan. Toen wij dat in handen kregen, Eva Boegman, regisseur van het project, en ik, via een zekere Marcel Worms, hebben wij gezegd, ja, we kunnen dat grappige stukje, niet zonder meer opvoeren. Je moet daar die context bij geven. Dus we zijn erop gekomen om daar teksten in te voegen. En dat zijn teksten over het algemeen van mensen, zoals Philip Mechanicus, Hetty Hillesum, die in het kamp een dagboek bijhielden. Of brieven schreven naar het thuisfront van Amsterdam, in het geval van Hetty Hillesum. En die teksten die doorbreken als het ware die grappige opera, om degenen die straks kijken een idee te geven in welke situatie die in der tijd werd opgevoerd. Ja, ja, precies. Dus de hele situatie en de context van die tijd, Kamp Westerbork, is eigenlijk te zien in de voorstelling. In de voorstelling, middels die teksten, ja, die dus op band nu te horen zijn. En ook aan het eind is er nog een, als de opera in feite is afgelopen, hebben we nog een gedicht toegevoegd van zeker Paul Celan. Dat heet Todesfuge en dat is een van de eerste gedichten over de Holocaust, direct na de oorlog geschreven. Terwijl iedereen toen dacht, daar kun je niet meer over schrijven. Dat is namelijk zo onbeschrijfelijk, zo onvoorstelbaar, dat gaat niet lukken. Mm-hmm. En naar mijn idee persoonlijk, maar naar ons idee, is dat dus door deze Paul Celan heel goed gedaan, heel mooi gedaan. En we hebben die kan je trouwens ook zo op YouTube vinden, de oorspronkelijke opname door hemzelf ingesproken. En die klinkt dus aan het eind van de opera. Ben je nou benieuwd geworden? En ik kan me dat goed voorstellen, want het is nogal een verhaal. Gaat dat zien? 4 mei om 9 uur, geloof ik. 8:30, weet ik, ja. Ga in ieder geval even kijken. Ja. De website van Wilming Theater. En het is overigens, voor zover ik heb begrepen, ook daarna nog een tijd wel te zien. Hè? Mocht je het op de avond zelf niet kunnen zien, dan kan je het ook later nog bekijken. Nog één keer de volledige naam van de opera. Ludmila of Lijken aan de Lopende Band. Ben Hurkmans, dank voor een mooi en maar ook bizar verhaal hier. Graag gedaan.